Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Blinjo Horse. Het is vandaag erg winderig. Hoe noem je dat? Het waait hard. En Karin is jarig. Dus die loopt hier naast mij. En voor haar verjaardag hebben Evelien en ik iets superleuks geregeld. Ze heeft zelf nog geen idee. Behalve dat ze vanmorgen ineens een bodyprotector moest passen. En spullen moest uit gaan zoeken wat Emiel aan moest. En verder weet ze echt nog helemaal niks. Dus ik ga ook nog niks zeggen. En vind je het al spannend? Ja. Het komt steeds dichterbij. Turum, turum. Ja. Maar we gaan dus eerst even alle spullen verzamelen van Emiel. En dan gaan we hem zo uit het weiland vissen. Want dat is wel nodig om hem zo even te poetsen en zo. Want hij is wel vies, denk ik. Hij moet er wel een beetje fatsoenlijk uitzien voor wat we gaan doen. Dus spannend. Ze is weg. En ik kan je in ieder geval verklappen dat ze zo'n bodyprotector nodig heeft. En Emiel moet al de bescherming om. Dus stay tuned. Nou, Emiel staat op de poetsplaats. Hij was alweer lekker aan het gillen, maar nu wordt hij gepoetst. Dus nu is hij wel weer even chill. Maar ja, het waait ook zo hard. Dus ik snap wel dat hij een beetje druk is. En dan helemaal alleen op de poetsplaats. Ja, nog een keer poepen. Oh, het is alleen maar lucht. Dan gaan we zo even zijn benen en staart wassen. Want je bent echt heel vies. Kijk maar. De hoofd zit ook nog helemaal onder, maar dan moeten we met warm water gaan wassen als we hem helemaal gaan doen. Dat helpt ons niet. Zijn manen zijn ook lekker bruin. En zijn staart is lekker bruin. Zijn benen ook. Je hoort wit te zijn, pony. Terwijl Karin Emiel aan het wassen is en poetsen, ga ik even met een emmertje voer bijvullen. Want dan krijgt Emiel, als hij op de trailer gaat, steeds een beetje voer, zodat hij het wel leuk blijft vinden. Want de trailer vindt hij wel altijd een beetje spannend om erin te gaan. Als hij er eenmaal in staat, is het prima. Maar erin gaan, dat is af en toe een beetje drama queen. De ene keer loopt hij zo in. En de andere keer dan vindt hij het ineens niet erg. Of ja, vindt hij het ineens eng. En dan gaat hij gewoon op de klep staan en niet meer verder dan de klep. Maar misschien dat hij vandaag gewoon een keer doorloopt, krijgt hij lekker snel eten. Dus we gaan het zien. We hebben wel lekker ruim de tijd ervoor ingepland. Zodat het niet zo gehaast en getrekt wordt, weet je wel. Daar wordt niemand blij van. Nou, hier zijn bij ons op stal alle voertonnen. En daar bij die blauwe, lichtblauwe en de zwarte links ernaast, die zijn van Emiel. En stel je wilt dus bij de voerservice, want dan krijg je allemaal gewoon hetzelfde voer op stal. En dan kan je dus je eigen voer geven. En dan kan je je bij inschrijven. En kan je hier in je bakjes klaarzetten. Dan staat er een opvang van wie die bakjes dan zijn. En die komt dan hier in de winkelwagen, gaan we daarmee rondwandelen. Superleuk. Maar kun je dus voor aanmelden, moet je één keer in de maand of zo elke paard een beetje voer geven. Dus dat is wel prima te doen. Nou, oh, er zit ook nog soepjes doorheen. Oh. Zo, dit is het voor wat Emiel nu krijgt. En hier zit nog gewoon... appelmusli in, volgens mij, of zoiets. En dit is voor wat meer energie. Ga even scherp zetten. Kom, je kan het. Ja, dit krijgt hij. Dus dat schiet ik hier gewoon in. Wat is dat wel voor nu even? Zo, twee schepjes mee. Dan ga ik het even de deksel erop doen. En dan goed te schudden. Ja.
krijgt hij die zo lekker als hij de trailer op gaat. En ik zie dat Emily ondertussen ook op stal is aangekomen, want haar auto is er ook. Oh, daar helemaal ver weg loopt ze. Ik zie Milo al rennen. Ze loopt bij de straat. Kijk, en Lea. Kan ik hierop inzoomen? Geen idee. Lekker aan het wandelen. Nou, we zijn aangekomen bij jouw verrassing. En ik ga eerst even buiten filmen. Dan kunnen jullie een beetje zien wat het dus gaat worden. Want jullie gaan crossen. En wat vind je ervan? Yay! Spannend! Ja, nu het zo dichtbij is, is het toch wel spannend. Hè? Ja. Het is al zo lang geleden dat ik überhaupt een hindernisje heb gesprongen weer. Ja, en dan ga je nu cross-hindernissen springen. Ja, maar we krijgen wel les erin. Ja. Dus het gaat helemaal goed komen. Ja, want dat vonden we zelf iets veiliger dan dat je gewoon random sprongetjes gaat nemen. Ja. Dus dan krijg je een privéles. Ja. Van volgens mij 3 kwartier of zo. Van wie? Van 3 kwartier of zo. 3 kwartier? Geen idee, ik weet het niet. Ja, dus het is allemaal... Ja, volgens mij, Emily weet dat wel. Ja. En jij hebt er lekker een bende van gemaakt. En een beetje staan poepen over het hek heen. Ja. Maar je staat wel lekker, dus het ging nog een beetje. Ja. Lekker eten. Liefie, hij is al helemaal opgezadeld. Hier onder de, zijn deken. Dus hij hoeft alleen nog maar zijn hoofdtel om. En jij moet je... Bescherming en zo. Een laars aan. Beschermers, elleboogbeschermers. Een nekbeschermer. En Miel. En jij moet ook nog in bultjes plastic. Dus geen beschermers, niet vergeten. Ja. Ja. Helemaal leuk. Kijk, hier zijn er al een paar... Lekker aan het opwarmen. Die hebben ook les volgens mij. Deze hindernissen zijn ook zo hoog. Volgens mij hebben ze voor ons wel iets laag. Die, ja. Die bijvoorbeeld is wel weer laag. Maar ja, want dat... we hebben aangegeven dat jullie nog nooit hebben gedaan. Dus, oké, okay, dat is wel en dat Emil dus een daypony is. Belangrijk en dus detail. Niet super hoog kan springen. Of ja, in ieder geval daypony's kunnen wel super hoog springen. Maar Emil die is dat natuurlijk helemaal niet gewend. Maar ja. Oh, het is wel echt koud. Oh. Dat is normaal, hè? Hé, liefje. Opvangen, opvangen, houd je kop omhoog. Die twee ernaast ook. Hier achter we helemaal spelen met een nieuw. Wat een erkje. Oh. Zo blij je hert. Oh.
vind het wel heel stoer van haar. Ja. Je ziet haar vanaf hier helemaal blij kijken. Hij wil die ook al. Ja. Oh nee, dat is Big smell. Alleen deze? En dan mag ik ook wel door naar die oranje. En dan ga ik door die oranje. Oh. Of gaat ze nu alleen stappen? Ik weet niet wat ze doen. Ik weet het ook niet. Heb jij die mooie in de spa dan? Nee, ik weet niet. Ik heb jij in de spa. Ik een beetje uit de spa. Nou, bedankt hè. Ja, klopt. Die ook loswissels. Wat? Volgens mij deed hij dat ook een beetje loswissels of zo ondertussen. Ja. Hier is leuk. Oh, die is cool! Hij is alleen scherp gesteld op zijn piemel. Ja, daar, kijk. Ik had een vierkantje omheen. Kom zo nog een keer terug? Oh nee. Ik durf daar niet bij te gaan staan. Nee. We moeten hier blijven staan. Misschien dat ze vanaf de andere kant gaat. Dan kan je wel een mooie foto maken. Maar je kan niet zo goed zien dat er een gat zit. Ik hoop dat het gewoon... Weet je wat het is? Karin vindt het zelf ook leuk. Dus dan gaat het ook goed. Als wij dit met Emiel gaan doen, dan gaat dat sowieso niet goed. Wow, hij deed het! Dit is eigenlijk de meest ideale variant, hè? Iemand zullen ons nu van de achterkant ook die boot mee zien liggen, die denk ik ook wel wat is. Maar zo heet is die ook niet, hè, vergeleken met die andere paard. Nee. Die doet dan wel best. Maar hij is ook al 13. Oké,
meter bij. Maar ja. Draaf maar aan en duidelijk zijn, hè. Klein beetje je linkerhand naar links, linkerhand naar links. Ja, braaf. Wow. Oh. Nou, eigenlijk precies wat ik zei, gebeurde, hè. En daar was het heel goed dat je terugzakt. Ga je naar voren en oplet hier, rechtop blijven. Nou, een beetje je linkerteug. Ja, nou. Super, geloof het, heel goed. Hey, dit zegt heel veel over het karakter van jouw paard. Dat is heel goed, want heel veel paarden worden toch een beetje bang. Heel
denk je ook, kan er ook wel langs, hè? Omdraai niet te ver weg. Verder. Even weer focussen, want hij is heel erg met de complete bezig, hè? Jij moet zeggen, dat is de opdracht, zo gaan we doen. Ja, zo, prima. Draai maar om, terugpakken, 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 hoog. Juist. Omdraaien, kom maar weer terug. Rechtop, hè? Rechtop, rechtop. Juist. Hij wordt steeds enthousiaster. Zo, en gelijk je hand weer ontspannen. Dan kom je nog een keer. Heb ik speciaal nog staan, dan kan ik er nog voor. Laat maar, kom je nog een keertje. Weer ontspannen je hand. Als het niet nodig is, probeer je zacht te blijven in je hand. Ontspannen. Let op. Juist. En weer opvangen. Focus op wat hij moet doen. Focus, 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 juist. Draai weer om. Kijk, want hij is heel erg bezig met die andere paarden. Maar jij moet dan zeggen, hallo, nu zijn we weer. Ja, goed zo, prima. Twee teugels, duidelijk hoog, duidelijk hoog, duidelijk hoog. Juist, en weer ontspannen. Ontspan je aan. Zo, je bovenlichaam. Ja. Nee, kijk. Focus, hè. Goed. Dan maar lang. Kijk, zelf gaan roeren. Super, super. Nou, dit is prima. En nu weer ho. Nu weer ho. Ho, 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 ho. Juist. Prima. Goed zo. Doe je nog een keertje. Hij doet echt, ja, het doet toch wel een knap. Eentje die denkt, nou, oké, okay, we gaan. Ik ga dat nu, weet je. Zeggen hallo, hier. Dus nou, ga je weer precies dezelfde zoon af. Dat was goed. Het is wel echt goed voor hem, dit ook, hè? Juist. En ho, ho, ho. Had ik nou die koldie in, dan is ook wel goed zo. Stap. Maar wel vanuit eraf. Nee, doe eerst een keer maar even stap. En dan goed kijken dat je naar links gaat. Dan doe je terug met z'n alles. Zo. Ho, ho. Oh, oh. Juist. Nog een keer. Kijk, dit is eigenlijk ook heel goed voor zijn gehoorzaamheid. Hè? Ja, ja, ik vind het heel goed. Nog wat beter. Ja, dat is zijn focus erbij. Ja, wel, precies. Ja. Hij is maar één ding, jouw gevaar. Ja. Hij heeft er ook nul moeite mee, hè? Nee. Ja. Kind die hooggraaf is, die moet alles, ja, die speelt zich kapot. Ik denk nou, ja, van nou ik ook wel, doei. Ja, hij heeft wel ook echt uitdaging nodig, zeg maar. Dat zei jij net ook al, hè? Ja. Dus die, ja, het laat wel bij dit, hè? Het is wel de laatste wat langer. En dan zelf je daar komt. Nou ja, dat is. Kijk, dat is zo grappig om te zien, want dat kan dus inderdaad. Ja, had ik ook niet verwacht. Maar je ziet het. Nou mag ik het nog een keer doen. En nou probeer je het op te draven. Al voor die eerste. Ja, daarvoor gaan draven. Super gaaf met die benen. Oh, precies, ja. Dit was heel mooi. Ja. Goed. Dat was echt heel knap. Heel mooi.
mag je in de volgende nog een klein beetje meer terug blijven. Want je gaat, daarna ga je een beetje hulp af, gaat die een beetje harder. Dus dan moet je heel, heel belangrijk dat je goed terug blijft. Naar de achteruit. Ja. Dat is heel mooi. Goed zo. En de achteruit. En ontspan. Goed zo. Kijk, en nu voel je achter dat paard aan gaan als die nog een keer gaat. Ja. Kom maar. Ja. Dat is goed, hè? Lekker banjeren, Emiel. Kom maar. Ja. Nu zit ik hier geweest. Kijk uit dat hij niet gaat liggen. Hij gaat zo met zijn neus naar beneden. Ik zou dit gaan doen, hoor. Ja. Stalker. Ja, heb je dat gedaan? Oh, nog een keer schudden. Even dorst. Ah, Emiel denk ik, hallo. Mocht ik jouw vriendje zijn? Let op dat hij nu niet meegaat, hè? We hebben even gebruik gemaakt van het paard. Ga je door naar die derde. En dan mag je daar. Als je terugkomt, ga je in de trap. Ja. We hebben een draaien, draaien op. Dan kom je in de trap. Dat weet ik niet of je dat doet. Ja, dat is nu wel heel fijn, hè? Dit? Ja! Maar ze moest op de voorgesteld door het water heen naar de wei. Oh, oké. Okay. Dus dat scheelt. Hij is dat gewend. Hij is wel helemaal met andere paarden. Dat is wel zo. Ja. Moet je daar gewoon kijken? Ja. Lekker banjeren. Hij is alleen maar bezig met die andere paarden. Hij denkt, boeien dat water. Kom maar even naar mij toe. Hallo, bitte. Kitty. Ja. Goed, we gaan nu. Ga je daar de rechts uit. Dus kom dan maar tegen deze waterbank. En deze even door naar achter. Rechtsom, zorgen dat je de controle houdt en je niet zelf te veel in gaat nemen. Dat kan ook nog. Ja. En in het water hou je altijd een lichte verbinding. We hebben nu allemaal nieuwe bodems, dus dat is allemaal oké. Okay. Maar dat je hem niet losgooit. Heerlijk.
ben benieuwd. Goed, braaf. Heel goed, draad me aan. Juist. Dit is goed, blijf recht, dan blijf recht. Goed, braaf. Ja, de aandacht, draad maar aan. Terugpakken. Goed zo, braaf. Goed zo. Dan komt hier nog een erbij.
terug op stal. En Corien, wat vond je van je cadeautje? Superleuk! Een van de beste verjaardagscadeaus ooit. Oh, gelukkig. Hij Milti. Helemaal blij. Oh, nee, Miel deed het zo supergoed. Hij vond het ook leuk. Ja, Miel. Helemaal bezweten neus. Ja. Deed super knap. Ja. En jij ook. Ik vond het echt heel stoer. Ja. Wij durven dat niet. Ik heb het net mijn hoofd uit de auto. Oh, nee. Dus nu krijg je een ei. Je hebt het super goed gedaan, hè? Ja. Ja, en nu ligt er eten in je voerbak. Alle paardjes daar weer binnen. Roep maar als die los kan. Die is los. Die andere los. Ja. Hij wilde er onderdoor. Oh, ja. Ja. Wachten, Milti. Ja, maar wachten is zo moeilijk. Oh, maar Miel. Wat zo? Dat was braaf. Even op het klep ruiken. Braaf, hè? We moeten ook niet de tussenschot vergeten die daar staat. Nee. Die zet natuurlijk weer recht. Ja. Nee, maar hier moeten we even ergens een goede plek voor vinden. Hoi. Hoi. Oké. Dag buurman. Zijn deken is onder het hooi verstopt. Niet echt op de goede plek gelegd. Nee. Nee. Zo, krijg jij even je andere deken om. En je springschoentjes nog uit. En dan mag jij lekker eten en naar bed. Ja, thuis ook nog eten. Nou, dat was het weer voor vandaag. Wij gaan vanavond nog even carnavallen om de verjaardag van Carine af te sluiten. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. Want dan krijg jij als eerste een melding als wij weer een nieuwe video plaatsen. En als laatste heb ik ook nog een leuke winactie voor jullie. Want bij elke 1000 abonnees geven wij 100 euro shoptegoed van Blinje Horse weg. Dus, wil jij dat winnen? Reageer dan onder deze post. En misschien krijg jij dat dan wel. Doei doei!